Hallo, dit is Hanneke van de Nachtvlinders. Het is 28 oktober, eindelijk Halloween. Woehoe! En zoals jullie kunnen zien ben ik wel aardig in de stemming. Ik ga namelijk naar de Halloweenrun in Almere. En ja, we gaan eens kijken wat we daar allemaal tegenkomen. Let op, als jullie zo meteen gestart zijn, naar de bootslaan naar links. Ga je naar 50 meter rechtsaf de parkeergarage om. Halloweenrun is afgelopen en wat vond ik ervan? Nou, ik vond het echt super leuk. Was echt heel erg leuk geregeld. Allemaal freaky, enge mensen onderweg. We moesten door een winkelcentrum heen waar een soort van mini spookhuisje in zat. Met allemaal clowns erin en kermismuziek. En we moesten door een parkeergarage trappen op. En ja, dat gaf ook wel een heel eng gevoel, want het was natuurlijk heel erg donker. En door straatjes met allemaal piepende deuren. En ja, voor de eerste keer Halloween run in Almere was gewoon super. Het was echt super leuk georganiseerd. Ik kreeg nog een medaille aan het einde. En ik heb ook nog een goodie bag gekregen. Waar allemaal spulletjes in zitten. Even kijken hoor, er zit onder andere een lekkere brownie in. Die ik zo ga opeten. En even kijken, wat is dit? Badschuim, om natuurlijk de smink eraf te wassen. En ja, ik vond het gewoon echt heel erg leuk. 5 kilometer lopen, helemaal niet lang. En ook voor beginnende hardlopers natuurlijk erg leuk om te doen. En ik vond het ook heel tof dat iedereen wel een beetje verkleed was. Gewoon leuke pakjes aan of als het maar duivelshoorntjes zijn op een haarband of zo. Iedereen had er wel zijn best voor gedaan. Dus ja, echt super eerste ervaring. En ik hoop dat ze het volgend jaar nog een keer gaan doen.